Morgen eerste kerstdag is van 10 uur dienst in de kerk.
voorganger is dominee Blom. Na de dienst is er een samenzijn in de regenboog. Er is vanavond één collecte. De collecte is vanavond voor de voedselbank. Er zijn steeds meer gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Als diakonie ondersteunen wij de voedselbank Noord-Limburg, waar Gerk en de omgeving onder valt. En door regelmatig collectes te houden. Door de besparingen bij de supermarkten krijgt de voedselbank steeds minder. En zijn ze ook afhankelijk van de giften die de mensen om de mensen kunnen helpen. Na het aansteken van de kaarsen, zingen we zo mogelijk staan, komt allen te staan. Ik wens u allen een goede dienst. In de glans van het avondlicht. Soms
tasten wij als blinden langs de muren. Weten we niet waarheen, waartoe, waarom. En dan klinkt die belofte, er is licht. Voor jou en voor jou. Het licht straalt bij elk nieuw leven. Bij elk kind dat geboren wordt. Het licht straalt in en door het kind van het licht. Het kind dat keer op keer in ons geboren wordt. Jezus, kind van belofte, kind van licht. Welkom aan dit kind in ons midden. Welkom aan u allen die dit kind met open armen willen ontvangen. En laten we dan een ogenblik stil zijn voor God. En we spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. En dan leest nu Toos van Rijn het gedicht voor. Kerstnacht. Dit is de nacht voor alle vrede. Een schaduwplaats voor de ontheemden die hoopvol zoeken in de tijd naar vrede en gerechtigheid. Dit is de nacht dat het donker wijkt. Een engel uit de hemel die kijkt naar het wonder dat niet ver meer lijkt. Dit is de nacht door het licht verwacht. De kilte wordt verwarmd. De aarde wordt omarmd. De ster wijst naar een stal als teken dat de minste de hoogste worden zal. Ensemble vervolgt de dienst met het lied Doe Vriendenfürst. Let those who lose their
Laten we vragen of God met zijn geest aanwezig wil zijn als we de Bijbel gaan openen. Heer, die onze God wilt zijn, open uw hemel en maak het licht op aarde, opdat wij in de ogen van het kind dat in deze nacht geboren is, uw aangezicht bespeuren en voorgoed mogen weten hoezeer gij ons lief hebt en met ons wilt zijn, alle dagen en nachten van ons leven, tot in eeuwigheid. Amen. Uit het Oude Testament lezen we uit de profetie van Jesaja. Jesaja 8, vers 23b tot Jesaja 9, vers 7. U kunt het vinden in de liturgie. Erboven staat licht in de duisternis. Zoals het land van Zebulon en Naphtali in het verleden smakelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het land aan de overkant van de Jordaan en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis rondloopt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukt, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, die hen ze verbrijzelt, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stamt en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand. Ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze naam zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. In aansluiting op deze lezing zingen we lied 482.
evangelie van Lucas, de geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van de bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor allen die hij lief heeft. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor mensen die hij lief heeft. Laten we het samen zingen. Het eren zijn God. Deze zin heb ik bovenaan de liturgie
als thema voor deze dienst geschreven. Het gedicht, waarvan de zin deel uitmaakt, gaat verder met de belofte dat er altijd licht aan de horizon gloort. Die belofte deed de profeet Jesaja aan het volk van Israël. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Hij schreef deze woorden in de 8e eeuw voor Christus tegen de achtergrond van oorlog. En onderdrukkers van zijn land en volk, als speelbal van de wereldpolitiek van zijn tijd. De Assyriërs, de nieuwe opkomende grootmacht in de regio, vormen een bedreiging. Ze hebben het noordelijke 10-stammenrijk Israël buitgemaakt en richten zich nu op het zuiden, op Juda. Asser zal Juda binnendringen en het overspoelen, zodat iedereen het water tot de lippen stijgt. Het visioen is uiterst donker. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven en God en de koning vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst een verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. Zo lezen we in de verse voorafgaand in het gedeelte dat we hebben gelezen. En tegen die achtergrond klinkt dan geheel onverwacht de profetie: het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Waar komt dat heilvisioen opeens vandaan? Hoe kan Jesaja dwars tegen de feitelijke werkelijkheid in geloven en hopen? Jesaja ziet iets in een kind. De bevrijdingsprofetie wordt gekoppeld aan een kind die de messiaanse vrede zal teweegbrengen voor zijn volk. Onder zijn heerschappij kan het vrederijk komen. Jesaja verwacht het niet alleen van het kind, maar ook van God. De redding staat al vast. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. En die belofte van een rijk van vrede wordt uitgebreid naar alle volken van de wereld, in de geboorte van het kind Jezus. Ook de tijd waarin hij werd geboren was een duistere tijd. De tijd werd gekenmerkt door onderdrukking. De Romeinen waren de baas in het land. Het gewone dagelijkse leven was voor de mensen zwaar. De bezetter eiste belasting en eiste ook onderdanigheid aan een keizer die zich liet aanbidden als een god, met de titel verlossen, heiland. En tegenover deze claim van de keizer stelt Lucas zijn verhaal. Niet de keizer, maar Jezus Christus is de verlosser. Hij brengt de wereld terecht. De evangelist Lucas beschrijft hoe in die tijd een kind werd geboren. Het is het overbekende verhaal over ontreddende mensen op pad gestuurd in een chaotische wereld. Niemand die weet heeft van de geboorte van dit bijzondere kind. Het werd geboren op een afgelegen plaats. En dan zijn daar die herders. Gewone mensen zoals u en ik, die in die tijd van onderdrukking hun werk doen. Geen gemakkelijk werk om een kudde schapen bij elkaar te houden. En dan ook nog een nachtdienst te draaien. Ze moeten goed om hen heen blijven kijken. Maar opeens komt er een kier in de hemel voor de herders. Licht in een donkere bestaan. Een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalt hen. Ze laten zich leiden door het licht en vonden het kind in de krib. En ze keren terug met een loflied in hun hart. En vervuld door dat licht der wereld verkondigden zij het grote nieuws. Ze hebben het licht gezien en gevolgd
En dat inspireert hen om verder te gaan. Hoe donker het ook is. Hun wereld was veranderd. In hun bestaan was iets duidelijk gemaakt. Ze werden geplaatst in een andere werkelijkheid. De werkelijkheid van God was om hen heen. Het verhaal van Lucas is een vervolg op dat van Jesaja, de belofte van licht in de duisternis. Maar ook voor ons is dat licht een belofte, dat wij niet in de duisternis zullen blijven. Er zijn talloze ervaringen van duisternis en ondergang in ons persoonlijk leven en in de wereld om ons heen. Ziekten, werkloosheid, de ongelijke verdeling van de welvaart, de oorlogen, de verrechtsing van de samenleving. Overal heerst verstikkende duisternis, donker en somber is, nacht overal, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt. Maar als we naar de grond blijven staren, vergeten we te kijken naar de hemel die openkeert en naar het licht dat eruit straalt. Licht, gesymboliseerd in het kind in de krib. Gods zoon, het licht van de wereld, dat onze houvast in de duisternis is. Ons lichtend voorbeeld. Om zelf licht uit te dragen, op weg naar het koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Als je wordt aangeraakt door dat licht, kan er meer in je worden losgemaakt dan je denkt. Gewone herders werden de eerste verkondigers van Christus, het licht van de wereld dat was verschenen. Over dat meer dat wij als mogelijkheid in ons dragen, vertelde de Afrikaanse bisschop Desmond Tutu het volgende verhaal tijdens het in ontvangst nemen van een eredoctoraat aan de Universiteit van Groningen. De hooggeleerde prees Tutu voor zijn toepassing van christelijke principes als vergeving en verzoening tijdens de wederopbouw van de Zuid-Afrikaanse samenleving na de afschaffing van het apartheidsregime. En men verwachtte dat de bisschop op zijn beurt een diepzinnige academische rede zou uitspreken. Maar dat deed hij niet. Hij maakte wat oorlijke danspasjes en vertelde het volgende verhaal. Er was eens, zei hij, een boer met kippen. Maar één kip was anders dan die andere kip. Hij was raar. Wat een gekke kip, zei iedereen. Die kip, hè, het was eigenlijk geen kip, merkte Tutu op. En hij lachte op zijn eigen aanstekelijke manier. Toen kwam er iemand langs. En die zei, hé boer, dat is geen kip, dat is een arend. De man nam de rare vogel mee, bracht hem naar een berg. Vlieg, arend, vlieg, zei hij. En de arend vloog hoog in de lucht. Langzaam spreidde Tutu zijn armen en hij zei, God zegt tegen iedereen van ons, hé jij, je bent geen kip, je bent een arend. Vlieg naar de weg van vrede en verdraagzaamheid, liefde en acceptatie, vergeving en verzoening. Vlieg. We zijn niet gemaakt om kippen te zijn die alleen maar naar de grond kijken om hun graantje mee te vinden. God heeft ons gemaakt om hoog door de lucht te scheren. Vlieg aan, vlieg. Dat is wat in die nacht van Christus geboorte gebeurde met de herders. En wat met u en met mij kan gebeuren, als we niet alleen maar naar de grond kijken om ons graantje mee te pikken, maar omhoog kijken. En iets ervaren van het licht en de liefde van God die in Jezus Christus het licht der wereld is. Want wie het licht ziet in de nacht, wordt gevraagd drager te zijn van het licht. En van te getuigen.
en het te helpen zich te verspreiden. Als beeld van God hebben we de mogelijkheid om mededogen te belichamen. Om te blijven hopen als anderen het opgeven. Om het hoofd hoog te houden als alles fout schijnt te lopen. Om ons in te blijven zetten voor het goede, het rechtvaardige, het mooie. Voor een wereld waarin, zoals de psalmdichter het zegt, trouw en liefde elkaar omhelzen. En recht en vrede elkaar begroeten met een kus. Het licht der wereld dat verschenen is, roept ons op om lichtdragers te zijn, die het leven van onze naasten lichter maken. Ik wens u een stralend kerstfeest. Amen. En dan zit het voor weer.
En dan leest nu Jessica een gedicht voor. Ik lees voor u een gedicht van de inmiddels overleden Betty de Wit uit Harderwijk. Het heet Gebroken Riet. Wij dwaalden rond als schapen. Waar was de goede weg? Waar uitkomst voor ons mensen? Ontferm u, Heer, en red. Als het gebroken riet, zo lagen wij in zonde. God gaf zijn eigen zoon. Hij hielde onze wonden. Dove oren hoorden en kreupelen, zij liepen weer. Het licht voor blinde mensen kwam uit de hemel neer. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Vrede tussen God en mensen. Verzoening voor wie schuld beleed. Laten we dan nu samen danken en bidden. Wij danken u, God, voor Jezus Messias, uw woord uit de hoge, uw trouw aan ons allen, dit licht in de nacht. Laat Hij voor ons zijn een naam in ons midden, een mens die ons aanvuurt, uw teken van leven, van liefde voor goed. Hoor ons als wij bidden, uw wereld gedenken en wie daar wonen. De rijen van mensen, beschadigd, ontworteld, geveld door oorlog en geweld, gevlucht en verdreven. Maak ons tot uw huis, een plek om te schuilen, waar recht wordt gedaan, waar naamloze mensen gekend en geliefd zijn, waar wantrouwen voortaan heeft afgedaan. Wij vragen van u dat gij ons laat dromen van uw grote vrede, dat rijk van ons leven, dat baanbreekt en komt. Maak ons vredestichters, die niet meer vertrouwen op macht en geweld. Maak ons troosters van hen die verdriet hebben, met helende daden en woorden van trouw. U danken wij, God. Wij proeven uw goedheid. Dit kind ons geboren, de mens naar uw hart. Gij schenkt ons elkaar om ronduit te delen, in vreugde en vrijheid. Maak ons dan ruimhartig, bedacht op uw zegen en op elkanders geluk. Amen. En dan is het nu tijd voor de inzameling van de gaven. En het woord van u.
Laten we dan zo mogelijk staande ons slotlied zingen. Hoor de engelen zingen. Thank you.